Ik ben in mijn leven heel erg bang geweest en heel erg heb ik gevangen gezeten in een veel te heftige situatie. Maar ik heb ook een les getrokken. En mijn zus, ja, een van de dingen die zij al 3 jaar, 4 jaar voordat ze overleed vroeg... wil jij voor mijn kinderen zorgen als er mij wat gebeurt? Want het was heel eng. Zij zei ook altijd, ik word niet oud. Dus dan werd het normaal, weet je, steek niet aan. En het is ook bizar dat dat... Ze moest al 33 worden en het kwam uit. Dus ik ben een janker. Hè. Kreeftig dat, ook? Ja, enorme kreeft. Ja. Dus echt emotioneel, totaal incontinent vrouwtje. Ja. Ik kon ook nooit op tijd komen. Ja, dat is echt heel bizar. Ik kon het gewoon niet. Iets blokkeerde. En ik kwam gewoon niet op tijd bij een begrafenis van een vriend, van vriendin of van kennis. Niet, gewoon niet. Altijd te laat. En dat het niet haar schuld was. En ook dat het je spijt. Als je rouw durft te omarmen en je pijn de hand toereikt. Als verdriet niet meer je vijand, maar er ongestoord mag zijn. Als je kwetsbaarheid omhelst, met de liefde als kompas. Lijkt de keerzijde van rouw, leven, verbinding en kracht. Welkom bij de podcast van Annemiek Dogan. Dames en heren, hier is Karin Bloemen. Tatara. Tatara. Het is een stilte. Oh, nee, ik heb hem. Lukt het? Ja, ik vind dat ik zeg een beetje. Ik doe een beetje iets overdreven staan en heeft de bank ook een verwend momentje, yes. Vind ik. Goed idee. Fijn dat je er bent. Ja, wat lief dat ik mag komen. Dank je wel. Ja. Ja. Heel erg, heel fijn dat je er bent. En ik dacht meteen, toen ik dit idee had voor het theater, dacht ik gelijk. Maar dan wel met Karin Bloemen. Ja, echt waar. Dus je was ook echt de eerste die ik vroeg. En ik heb je boek gelezen. Ik heb hem ook hier. Jouw verhaal. Ik ben ontzettend van onder de indruk ook. En je hebt veel verlies meegemaakt in je leven. En zoals ik jou zie, ben je daar op een hele creatieve, expressieve manier mee omgegaan. Hoe heb jij dat ervaren? Nou ja, het is natuurlijk altijd, het is altijd heel lastig om... Kijk, aan de ene kant ben ik natuurlijk de artiest en aan de andere kant ben ik een privépersoon. En privé ga ik natuurlijk heel anders om met verdriet en met rouw en verlies en pijn en angst dan de theatrale persoon. En ik weet, het is dezelfde persoon, maar tegelijkertijd als ik in het theater sta, dan ben ik een uitvergroting van mezelf. Mm-hmm. En probeer ik juist te zoeken naar bijna de speelse, creatieve kant van, weet je, en rouw en verdriet. En pijn en angst. Want je probeert ook een beetje je eigen demonen te bespelen. Weet je, op dat podium. En privé, ja, ik heb echt wat enorm veel gehuild. Om alles wat er verloren is en wat er kapot gegaan is. En ik ben in mijn leven heel erg bang geweest. En heel erg heb ik gevangen gezeten in een veel te heftige situatie. Maar ik heb ook een les getrokken uit wat de Joden zeiden na de Holocaust. Die zeiden, ik lach opdat ik niet hoef te huilen. En dat heb ik eigenlijk ook altijd een beetje gekoesterd. Want het ligt niet zo ver van elkaar af. Ik weet niet of je dat kent, dat je vreselijk moet huilen. En dan zegt iemand, dan moet je echt onbedaarlijk hard lachen. En daarna moet je weer keihard huilen. Die twee emoties liggen zo dicht bij elkaar, dat ik ook altijd wist, blijkbaar horen die ook bij elkaar. De extreme, hebben een directe verbinding met elkaar. En alles wat ertussen zit, telt natuurlijk ook. Mm-hmm. En privé ben ik eigenlijk een hele stille huiler. Terwijl op het toneel ben ik een hele harde lacher. Dus het is best wel een rare balans die ik van mezelf ken. En mijn boek gaat natuurlijk over... Ja, voornamelijk over onmacht en angst en vernedering en pijn en verdriet en schaamte en schuld. Terwijl echt verdriet om iemand die je kwijtgeraakt bent, weet je, pure rouw. Ja, die kwam op een hele andere manier binnen bij mij dan ik ooit had gedacht. Ja, het is natuurlijk ook een hele andere tijdsloop. Als je zoals in je jeugd, het hele misbruik, wat je ook uitgebreid omschrijft in het boek. Daar word je natuurlijk ook als het ware in meegenomen. Terwijl als iemand overlijdt, dan is dat... Ja,
Ik ken ook alleen maar heel veel plotselinge overlijdens. Dus de schrik, weet je, mijn vader overleed. En die woonde niet bij ons. Dus dat hoorden we gewoon op een dag. Hij is dood, punt. En ik had hem nog nooit ontmoet. Dus dat was een hele harde klap. Mijn oudste zus overleed in een brand met twee van haar kinderen. Dus dat was alleen maar een hele harde klap. En je weet helemaal niet hoe je je daartoe moet verhouden. Mijn jongere zusje Inge is overleden door een aneurysma. Ook gewoon boem. Van het ene moment op het andere moment. Dus het was bijna bijzonder om mijn moeder te begeleiden bij haar sterven. Ja. Want zij ging maar niet, zeiden we altijd. Nou, mam, jij gaat maar niet. Weet je, en het was bijzonder om bij haar te zijn in haar laatste moment. Om gewoon eindelijk eens iemand te kunnen vasthouden bij het sterven. Want dat lijkt mij persoonlijk echt, dat vind ik ook nu van deze tijd het allerergste. Dat mensen alleen hebben moeten sterven. Vind ik zo, dat vind ik gewoon crimineel. Ja. Dat je er niet als kinderen bij hebt mogen zijn. Echt afschuwelijk. Ja, die eenzaamheid daarvan. Nou, man. Ja. En je beschreef net al je zus, die bijvoorbeeld die bij een brand is omgekomen. En jij hebt ook veel voor haar zoon gezorgd, hè? En eigenlijk opgevoed als zijnde. Nou ja, het was natuurlijk heel triest als je natuurlijk als moeder overlijdt en je komt uit een scheiding. En dus de man waar ze mee was de stiefvader van haar zoontje. En die is als enige uit de brand gekomen samen met zijn stiefvader. Dan moet je natuurlijk zorgen dat kind zo veilig mogelijk is. En mijn zus, ja, een van de dingen die zij al 3 jaar, 4 jaar voordat ze overleed vroeg. Wil jij voor mijn kinderen zorgen als er mij wat gebeurt? Want het was heel eng. Zij zei ook altijd, ik word niet oud. Dus ja, het is veel normaal, weet je, steek niet aan. En het is ook bizar dat ze moest al 33 worden en het kwam uit. Het was echt heel eng. Dus ik voelde mij gewoon verantwoordelijk om haar kind te verzorgen. En sowieso veilig te houden. Want als je 6 jaar bent en je verliest alles. Niet alleen je baken, namelijk je moeder, maar ook je broertje en je zusje en je huis. En je spullen en je herinneringen. Alles is weg. Ja, dan ik heb een vrij groot moederinstinct blijkbaar. Ik wilde dat natuurlijk gewoon zo snel mogelijk veilig hebben voor dat joch. Ja. Nou, we praten nu over 31 jaar geleden. Het is nu een jonge man van 37. En hij heeft ons vorig jaar mijn eerste kleinkind geschonken. Dus ik ben super trots op hem. Maar ook hij heeft heel veel moeten rouwen en moeten verwerken. Weet je, dat zijn moeder er niet meer was. En toen had jij ook je eigen rouw. Dus je had de zorg voor jouw zoon. Het is gewoon mijn zoon. Ja, hè? Ja. Je, zo, dat zo na 31 jaar ook. Telt ja. Dat, hè? Dat mag. Absoluut. Ja, dat is je zoon. En, ja. Nee, dus dat gek is ook, mijn rouw kwam veel later. Omdat ik meteen, weet je, de dag na de brand, had ik Gerben in huis. Dus ik kon niet opeens instorten of alles uit mijn handen laten vallen. Nee, ik had een kind om voor te zorgen. Ja. En ook al kende ik dat helemaal niet. Vanaf dag 1 wist ik, hij is nu prioriteit nummer 1. Ik ben nummer 2. Ik ben niet meer de belangrijkste persoon in mijn leven. En dat is eigenlijk heel wonderbaarlijk, zo snel als dat gaat. En als hij er niet bij was, weet je, want ik wilde hem besparen dat hij voelde dat ik zwak was of dat ik het niet aan zou kunnen. Dus als hij er niet bij was, dan huilde ik echt mijn hele hart uit mijn lijf. Mm. Vooral midden in de nacht. Ik weet niet of je dat, ja, dat zullen misschien wel meer mensen, dat het dan opeens op je afkomt. En dan kon ik gewoon niet meer stoppen. Ja. En dan de volgende dag dacht ik, en klaar door. Ik was ook wel heel hard voor mezelf. Maar wel fijn dat je het dan in de nacht kon uiten. Ik wil het liever geborgen met mensen om je heen, maar het is eruit. Je hebt het wel eruit op die manier kunnen. Ja, maar ik zeg ook altijd tegen mijn kinderen, ook tegen mijn dochters en ook tegen Gerben. Huilen is niks om je voor te schamen. Dat is juist een manier om het te verwerken. Dus huil. Als je niet hierom kunt huilen, zeg ik altijd, waar dan om? Omdat je je teen butst? Nee. Als iemand overlijdt, dan hoor je. Dat is fijn om daar gewoon aan toe te geven. Plus, ik ben een janker. Kreeftig ook? Ja, enorme kreeft. Ja. Dus echt emotioneel, totaal incontinent vrouwtje. Ja. Echt. Maar sinds ik ook kinderen heb gekregen, dus zelf gebaard, ben ik sowieso een emotioneel wrak. Het is echt heel grappig. Elke film waar iemand in verliest, vooral natuurlijk een vader of een moeder of een zus of een broer, het is echt bingo.
Ja. Maar ik vind het heerlijk. Ik zit met genot te huilen bij een film. En mijn dochters huilen mee als het zielig is. En mijn man huilt mee als het zielig is. Weet je, het is goed, want je verwerkt daardoor ook weer een heel klein beetje je oude verdriet. Mm-hmm. Kijk, om mijn vader kon ik niet huilen, want ik was er gewoon niet bij. Ik mocht niet bij de begrafenis zijn als kind. En het was natuurlijk bizar. Dus ik heb heel lang juist een hele ambivalente verhouding gehad met begrafenissen. Ik kon ook nooit op tijd komen. Ja, dat is echt heel bizar. Ik kon het gewoon niet. Iets blokkeerde. En ik kwam gewoon niet op tijd bij een begrafenis van een vriend, van een vriendin of van kennis. Niet, gewoon niet. Altijd te laat. Iets hield me in. Weet je, doordat ik toen niet mocht, had ik een enorme barrière om wel te mogen. Mm. En dat heb ik mezelf echt af moeten leren. Ja. Bizar, hè? Ja, bizar. Wauw. En wat ik ook heel erg mooi vond, ik ben natuurlijk wat interviews een beetje gaan lezen. Ingelezen. Ik heb me een beetje ingelezen. En wat ik zo mooi vond, omdat dat is ook echt wat ik altijd in mijn cursussen en webinars ook vertel, dat probeer ook iemand die een ouder verloren heeft, probeer daar ook die ook af en toe alleen te laten. Bijvoorbeeld bij het graf. Bijvoorbeeld. Oh ja, heel en ik vond dat ik las dat jij dat op een hele mooie manier deed. Ja, nee, ik liet Gerben gewoon alleen bij het graf van zijn moeder. En dat deed je echt consistent. Ja? Ja. En dan kon hij zelf zeggen wat hij wilde. Ja. En het was natuurlijk voor hem ook wel echt heel erg moeilijk als kleinkind om te accepteren dat daar overleden mensen liggen die, waar hij van hield. Maar ik dacht, hij moet gewoon zijn eigen tijd hebben en zijn eigen rust. Ja, ja. Dus je ging, voor de kijkers thuis, je ging naar de begraafplaats. En je zei tegen Ger, ik blijf in de auto, toch? Ging dat een beetje? Nee, ik liep met hem naar het graf. Ja? En dan zei ik, lieve schat, weet je, ik ga nu iets tegen je moeder zeggen. En daarna ga ik gewoon weg. En dan heb je alle tijd. En als je klaar bent, kom je naar me toe. Ik sta gewoon precies om het hoekje bij de heg. Hield het natuurlijk wel een beetje in de gaten. En dan, dus ik zei eerst, ik praatte gewoon tegen het graf alsof mijn zus me kon horen. En ja, voor mijn gevoel kon ze dat ook. En zeker voor een kinderhart moest hij horen wat ik te zeggen had. Ja. En dan zei ik, Annelies, ik ben zo trots op Gerben en hij doet het zo goed. Mm. En ik wil zo graag dat hij even tegen jou kan zeggen wat hij voor je voelt. Dus ik ga nu, Gerben, ga je gang. Wauw, wat mooi. Nee, maar dat vond ik ook wel super gaaf, omdat dat was natuurlijk maar uit intuïtie. Ja, precies. Dat heb je gewoon zelf bedacht. Ja. Van op die manier ga ik dat doen. Maar jij zegt het dus tegen mensen. Ja. Oh, wat goed. Ja, en toen las ik dat bij jou. Toen dacht ik van, maar dat denk zusjes. Zit in het kreeftverhaal, denk ja, ik. Ja. Ja. En dus je vertelde ook toen je moeder overleed, was dat heel anders. En hoe was het dan daarna, toen je moeder overleden was? En hoe heb je die rouwperiode beleefd? Nou ja, ik werkte toen te hard. Hmm. En ik zat toen in een grote show die niet van mij was. Er zaten wel 40 mensen in de show. Dat heette Stiletto. Dus mijn moeder overleed op zondag. Ik moet het goed zeggen. Ik speelde zondagmiddag een matinee. En mijn moeder overleed zondagnacht. En maandag was ik vrij. En dinsdag moest ik eigenlijk alweer spelen in Venlo of zo. Mm. Ik speelde er 6 per week. Dinsdag tot en met zondagmiddag. Dus toen echt vond ik ontzettend lief van die producenten. Die zeiden, weet je wat? Neem alsjeblieft die dinsdag vrij om te verwerken wat er is gebeurd. Dus ik heb die hele nacht ook zondagnacht bij mijn moeder gezeten. En heb haar begeleid. En maandag hebben we alles geregeld. En dinsdag heb ik alleen maar gehuild. Ja. En toen ben ik s'avonds dus weer naar de show gegaan. Of niet dinsdag vrij en dan woensdag weer naar de show. Gespeeld tot en met zondag. En toen de maandag erna hebben we haar begraven. Dus het was een totale hysterische tijd. Waarin ik probeerde mezelf bij elkaar te rapen om die show te doen. Terwijl, ja, je speelt natuurlijk lachen. Dus de discrepantie, de totale. Ja, dat klopt natuurlijk helemaal niet. Nee. En tegelijkertijd vond ik dat ook wonderschoon. Om te voelen dat je als mens aan de ene kant je verdriet hebt. En aan de andere kant de openheid hebt om gewoon te doen wat je hoort te doen. Voor de mensen die er allemaal niets mee te maken hebben. Want er zitten 900 man in de zaal. En die hebben natuurlijk niets te maken met mijn verdriet. Die betalen voor een kaartje feest. Hmm. En ik voelde me wel echt heel erg verloren. Dat moet ja. Ik echt heel. En de cast was zo lief. En hebben me echt gedragen die week. Om naar de week voor de begrafenis.
Maar de dag na de begrafenis ging ik weer gewoon optreden. Dus rouw was heel erg niet aanwezig. Dat kwam pas echt een half jaar later. Toen was die show voorbij? Of? Nou, het was eigenlijk, ik vind het zelf wel een bizar. Ik zat ook in Maestro. En ik moest voor de halve finale van Maestro moest ik de Heksensabbat dirigeren. En in de Heksensabbat, die begon met kerkklokken. Ding, ding. En dat triggerde bij mij de kerkklokken van de begrafenis van mijn moeder. Dus elke keer als ik wilde oefenen, dan vloog het me aan. En dan dacht ik, en ik kon niet meer tellen, ik kon niet meer denken, ik kon niet meer functioneren. En elke keer als ik wilde beginnen, raakte ik gewoon totaal de weg kwijt. Dus die halve finale, nou, ik heb totaal verpest. En toen zakte ik er pas doorheen. Mm. Omdat ik zo gespannen was voor die halve finale. Ik wilde het gewoon heel graag goed doen. Maar het lukte niet. Die Heksensabbat was echt te moeilijk. Was van Berlioz. Nou, luister maar eens. Probeer maar te tellen, niet te doen. Nee, maar echt. Ik doe. Oh, ja, bizar. En pas toen heb ik ook geloof ik 3 nachten niet geslapen. Totaal overspannen. En toen moest ik echt even een tikkie terug. En toen moest ik echt helemaal opnieuw bedenken, waarom is dit? En wat voelde ik dan? En toen dacht ik bij ja, maar Karin, je moeder is ook gewoon dood. Ja. Rouw nou eens een keertje. Hmm. En toen heb ik echt 2 weken echt alleen maar gewoon gerouwd. En hoe slapen, ziet dat eruit dan? Ja, slapen, huilen, in paniek, weer slapen, huilen, wandelen, ja. Veel knuffelen. En eigenlijk gewoon mooie muziek luisteren en dan ook weer niet. En dan weer een boswandeling en dan weer slapen. En het was echt, ik was echt over mijn toeren, totaal. Mm. Ja. Dus, en ik had al een keer een burn-out gehad, dus ik wou niet nog een keer. Maar daar leek het heel erg veel op. En ik bedoel, het mooie van wat er dan gebeurt met je, is dat je het daarna artistiek om kunt zetten. Dus in de show Volle Bloei kon ik dat eigenlijk gebruiken om mensen te laten zien, als je dit en dat overslaat in je leven, dan gebeurt er dus dat. Dus ik gebruikte de leidraad, weet je, de rode lijn van die maestro-verhalen, juist om dit te vertellen. En dat klassieke muziek, dat is natuurlijk mijn probleem met klassieke muziek, het raakte me zo diep. Weet je, en dat heb ik ook de hele nacht gedraaid bij mijn moeder. Weet je, prachtige muziek van Puccini en van Scarlatti en Mozart en Schubert. En de mooiste muziek, omdat dat de echte emotie draagt. Mm-hmm. En toen kwam het los. En ja, echt enorm. Ja. Ja, en het is natuurlijk ook, zoals liefde oneindig is, is rouw ook oneindig. Is dat zo? Ja. Ja. Ja, het kan bijvoorbeeld, misschien herken je dat, dat als je misschien weer die kerkklokken hoort, dat het, oh ja, dat, hè, dat het, ja. Ja. Dat het soms voelt alsof het gisteren gebeurd is. Dat het weer zo vers voelt. En nou, je gaat nog een prachtig nummer voor ons zingen. En ik vind het een heel bijzonder nummer ook. Deze hebben we ook gedraaid op de uitvaart van mijn oma. En, oh, wat lief. Ja. En, ja. Het is een nummer, het is ook al 97, dus dan is het 27 jaar oud. Ja. Het is echt. Het is geschreven door Jan Boerstoel. En de muziek is van mijn man, Marnix Bustra. En we hebben natuurlijk de Annie M. G. Schmidprijs met het liedje gewonnen. En het geeft nog steeds troost. En dat vind ik zo waanzinnig. Ja. Ja, dat is toch wel wonderschoon. Het is ook een heel bijzonder nummer. En wat ik ook zo mooi vind is, ik hoor het als heel treffend. En er zit ook een stukje, er zit ook soms net een scherp randje in qua, ja, een humor. Of een, het is, ja, maar ja, humor is natuurlijk echt heel belangrijk. Ja. Ik bedoel, toen ik weet nog, toen jij me vroeg, toen zei ik tegen mijn mannen, nou, ik kan natuurlijk van alles zingen. Ik heb nog een leuk liedje. En nou ben ik dood, hartstikke dood. Ik ben nou echt overleden. Ik heb met dood en rouw en begraven, ik heb zoveel humor geprobeerd. Ik heb ooit een keer opgetreden voor de fabrikanten van doodskisten. Mm. Nou, ik heb nog nooit zo'n waanzinnig leuk optreden gehad. Ja. Juist omdat iedereen zo goed weet wat verdriet is, weten ze ook heel goed hoe nodig het is om af en toe een beetje lucht te geven. Mm. Beetje ademen, ja. Letterlijk. Ja. Maar dit liedje is echt heel mooi en serieus, dus jij mag het aankondigen. Ja. Lieve mensen, we gaan hier samen naar luisteren. Ik vind het zo bijzonder, want ik heb echt een privéconcert hier. Hè? Ja, dus ik doe het voor jou. Hè? Ja. Het is leuk dat ze kijken, maar ik doe het voor jou. Hè? Ja. Ik ga er ook even staan. Dat vind ik ook wel heel erg mooi. Lieve mensen, hier is Karin Bloemen met Geen Kind Meer. MUZIEK
heeft je eigen leven, wat zij er ook van vindt. Je bent al lang geen kind meer, al blijf je ook haar kind. Je wilt erover praten, maar niet op haar manier. Je zult haar best verdriet doen, maar niet voor je plezier. Wat moet je nog met haar en met haar ouderlijk gezag? En dan opeens, dan is hij er die dag. De dag waarop je moeder sterft, dat jij wordt losgelaten en al haar eigenschappen erft, die jij zo in haar haatte. De scherpe tong, de bokkenpraak, de zure schooljuffrouw, die zullen ze dan binnenkort herkennen gaan in jou. En hopelijk ook de andere kant, de aardige, de zachte. Maar of je die hebt meegeërfd, valt nog maar af te wachten. De dag waarna de rest een kwestie wordt van tijd en pijn. De dag waarna je nooit meer kind zult zijn. Al die jaren fout ging, komt dan niet meer terecht. En wat je nog wou zeggen, blijft eeuwig ongezegd. De machteloze frazen van je genegenheid. En dat het niet haar schuld was, en ook dat het je spijt. De dingen die je lang niet zeggen kon en zeggen wou. En dan zo graag nog één keer zeggen zou. De dag die al je dagen van dan af aan wat grijzer verft, al hou je niks te klagen. Je hebt je goede vrienden nog, die staan je ook dichtbij. En als je soms een minnaar zoekt, dan staan ze in de rij. Maar niemand zal meer weten hoe je met je pop kon spelen. En niemand zal nog ooit je vroegste vroeger met je delen. De dag waarna je nooit meer kwetsbaar wezen kunt en klein. De dag waarna je nooit meer kind zult zijn. Dames en heren, Karin Bloemen. Dankjewel, Karin. Veel succes, ik zie je straks. Dankjewel, tot zo.